Hallo. Goedemorgen mevrouw, u spreekt met... Ja, nee. U spreekt met Johan Kerkhoffs, pastor van de gemeente. Welkom gelegen, mag ik u 2 minuutjes storen alsjeblieft? Ja, is goed. Ik heb belangrijk nieuws van onze pastoor. De pastoor wil namelijk heel graag dat de middernachtmis een uurtje vroeger zou plaatsvinden. Om 11 uur, omdat hij is samen met de middernachtmis in de geboortekerk in Bethlehem de mis zou willen vieren. En dat is een uurtje vroeger. Ja. Past dat in uw planning? Ja, en past dat in uw planning, mevrouw? Past dat in uw planning? Zuster, ik kan niet zo graag nog zelf buiten, maar ja. Ik kan tegen de kinderen zeggen, en dat zou wel kunnen, dat punt dat schikt. En dat we dan wel komen, hè. Ik denk ook, mevrouw, eerlijk gezegd, dat de pastoor, hij wordt een beetje ouder. Ja. Dat het komt omdat hij op dinsdag liever wat vroeger in zijn bed kruipt. Maar we gaan dat respecteren, natuurlijk. Hè. Tuurlijk. Wie zet gaan bellen, Jozef? De man van de parochie. Een klein ogenblik. Ik verbind u de pastoor even door. Hallo? Ja. Ja, goedemorgen. Met wie spreek ik, alsjeblieft? Het is met de pastoor hier. Wie heb ik aan de lijn? Ja, nu heb je mij nog aan de lijn, hè? Ja. U spreekt hier met de pastoor? Ja. Ah, goedemorgen. Je komt dus naar de middernachtmis? Nee, 99 op donderdag 12. Ah, oké. Okay. Komt je met de familie dan samen? Waarschijnlijk wel. Dat u een voorstellen en... Ja, maar ik ben echt blij dat de mensen in onze parochie zo'n trouw naar de middernachtmis komen, hoor. Ja. Zeg, en onze vader? Ik heb de laatste tijd gemerkt dat onze vader, dat er 2 versies van zijn. Maar... Ik heb liefst de gewone. Ja, die van onze vader die in de hemelen zijt. Geheiligd zijt uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden. Vergeven. En aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van de kwaad. Amen. Ja, u zegt ook schuldenaren. Ja, dat is heel goed. Hè? Nee, ik hoor soms zeggen schuldenaren. Maar het is toch, gelijk wij ook wij vergeven aan onze... Schulden, hè? Schuldenaren. Ja. Niet schuldenaren, hè? Nee, schuldenaren zeker, hè? Ah, dus nu zegt u schuldenaren. Ja, hè? Ja, ik dacht dat het meer was schuldenaren. Ja. Zoals gelijk wij ook wij vergeven aan onze schuldenaren. Maar het is, u zegt schuldenaren. Dan ga ik het zo doen. Dan ga ik het voor iedereen hetzelfde, zoals u het zegt, de schuldenaren. Ja, dat is goed. Ja. Iedereen is het dan toch, dan kunnen we dat samen... De naam van u was... Pastoor? Pastoor... Mijn naam is pastoor Heidens. Heidens, ja. Ja. Goed. Oké. Okay. Ja, ik kan... En dat is om 11 uur dus, hè? Om 11 uur, ja. Oké, okay, dank u wel. Ja. Tevreden zijn met u en de Heer ook. Ja, dank u. Alsjeblieft. Was dat juist tevreden zijn met u en de Heer ook? Nee. De vrede van de Heer zijn met u. Zij altijd met u. En met uw geest. Amen. Halleluja.